Kijk, daar zit een jonkie in. Avena Gian aan de linkerkant van een driemans aanval. Abraham is de spits. Oliveira is de nieuweling. Is gekomen, gehuurd van Porto. Cristante Vertu. En daar ziet u ook Rick Karsdorp als rechtsback. Rui Patricio is de buitengewoon ervaren doelman. Dit is Letje. Met u ziet Beleven dus in de goal. Gabriel zit op de bank. En er zit één speler bij die bij Roma heeft gespeeld. En dat is Calabresi. Die in die academie van Roma heeft gespeeld. Nou, daar Mourinho. Even zwaaien naar de camera. Hier Marco Baroni. Ook hij even een klein glimlachje naar de cameraman. Die hier ook zijn werk moet doen. En daar dus scheidsrechter Volpi. En dan kunnen we beginnen aan deze bekerkraker. Tenminste, dat is de hoop dat het een bekerkraker wordt. Daar zal Roma niet veel aan gelegen zijn. Die willen zo snel mogelijk duidelijkheid hier voor eigen publiek. En de bal rolt. Man die van de week dus de winnende treffer maakte. Tegen Pordenone. Nou, daar is die goal dan alsnog. Het is Calabresi, de Romein, in dienst van Lecce. Maar. Calabresi is een geboren Romein. Daar zijn er niet eens zo heel veel van op het veld. Sterker nog, geen één, behalve hij. Maar wat heeft hij dan gedaan? Een blessure of een overtreding gemaakt, blijkbaar. Ja, Rui Patricio is maar wat blij met de beslissing van de scheidsrechter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet echt zie wat er nou mis mee is. Calabresi is iemand die ook niet onder stoel of bank steekt dat hij een groot fan is van de ploeg uit Rome. AS Roma fan, geboren Romein en nu dus tegenstander met Lecce en dan ook nog eens doelpunt te maken. Maar het zou buitenspel zijn. Dat moet dan buitenspel zijn van de speler die meeliep, die... Gorgiola moet dat dan geweest zijn. Hij zag het niet. Omdat er iemand in buitenspelpositie ergens in zijn lijn zat. Dat is wat hij, de scheidsrechter, wil doen geloven. De VAR gaat nu kijken. Ik heb u al voorgesteld aan de VAR. Dat is Simone Sosa. En die gaat nu kijken of deze goal terecht door deze scheidsrechter is afgekeurd. Hij weet wel wat hij wil. Hij wil die goal. En het lijkt mij dat daar eigenlijk ook gewoon geen sprake van kan zijn dat deze wordt afgekeurd. Kijk hoe je Patricio gaat roepen dat hij last had. Kijk, het is geen buitenspel. Dat is de beslissing die nu onder in beeld verschijnt. En dus is de goal. Ja, hij gaat gewoon door hoor. Calabresi zet Lecce op een 1-0 voorsprong. Er was ook geen enkele reden om aan te nemen. Ja, hij is trouwens niet eens buitenspel ook. Het is Gorgiolo. Maar dat was ook niet echt hinderlijk geweest. Mooi verhaal, toch? Salvatore Schiletti. Daar is de goal. Ja, daar is het doelpunt. En het is ook hier een verdediger die het moet doen. Kumbula is de naam. Mourinho reageert niet echt dat je zegt van nou, dat is even lekker een pittige, fijne reactie. Nee, want hij zal daar niet tevreden mee zijn. Kijk, Abraham kopt goed door zich. Dat is echt een goed samenspel van AS Roma. Goed doorgekopt en dan staat hij klaar. Kumbula om de bal achter Gabriel te krijgen en prima doelpunt. En zo trekt AS Roma de stand gelijk. Hier in eigen huis door een kopbal van deze verdediger met een dikke stempel en een dikke vinger in de scoringspap. Ook van de Engelsman Tep.
Italiaan. Tammy Abraham. Tammy Abraham, ja, goede goal, goede goal. Voor de man die het net wel weet te vinden in de Conference League. En in de competitie, 8 in de competitie, 6 in de Conference League. En daar is dan zijn eerste bekerdoelpunt. Oftewel zijn 15e doelpunt. En dat maakt hij in deze bekerontmoeting. 8e finale tegen Lecce. Niet denken, maar doen. En dat doet hij goed ook. Kijk maar. Hier. Kijk eens, hij zoekt naar de ruimte, zoekt naar het rechterbeen. En dan is dit een hard en gericht schot. En stuurt hij die bal keurig langs die Braziliaanse keeper. Iets wat net niet gelukt is. Bij Zaniolo, maar deze is goed gericht. En uiteindelijk heeft Roma alle schade gerepareerd die het heeft opgelopen in de eerste helft. En dus staat het nu met 2-1 voor. Ja, er wordt nog wel even gekeken natuurlijk. Dat moet nou eenmaal. En Simone Sozo gaat even kijken. 40 miljoen heeft hij gekost. Ja, dat is hij wel waard. Kijk eens. En zoeken en scoren. Makkelijk, hè? Tammy Abraham is de naam. En de voorsprong is 2-1. Niet echt een snelle checker, die Simone Sosa. Wordt er nu toch ook wel een beetje ongeduldig van. Nou ja, op dat moment wijst hij net naar de middenstip. Het is gebeurd dus. De check is klaar. De goal. Goed bewogen door de linies heen, Saniola. En dan kan er daar een rode kaart komen. Hij had het allemaal in zijn hand zo te zien. En Guardiolo had net al geel gekregen. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. En dan doet hij nu dit. En onze grote vriend Manuel Volpi hoeft dan niet heel lang na te denken. Grist wat uit zijn zak. En dat is geel en rood. Kijk, hebben ze allebei bij zich. En dan kan deze middenvelder, deze Italiaan, kan naar de kant. En het is over en uit met hem. En dan zal nu de band van Lecce wel helemaal gebroken zijn. 10 man, achterstand, AS Roma, dat wordt lastig. Turijn. Hoe blij is als hij ergens geland is, volgens mij. Die Wesley Hoed bijvoorbeeld ook overkwamen. Mkhitaryan. Nou, hier is de goal van de invaller. Het is een mooie goal, het is een belangrijke goal voor Shomurodov. Kijk, Abraham, Mkhitaryan en dan gaat hier een man uit Oezbekistan voor de beslissing. Chandrey is die kwijt en uiteindelijk verslaat hij ook de doelman. En dus is het 3-1 en weten we nu eigenlijk wel zeker, met de geringe tijd die er nog te spelen is, dat het over en uit is. Het avontuur voor Lecce toch nog iets verder. Want vorig jaar werden ze al snel door Torino uitgeschakeld. Nu 8e finale gehaald. Maar uiteindelijk is AS Roma daarin dus een maatje te groot. Goeie goal. Shomurodov is de maker. Maakte er al 2 in de Serie A. Maakte er nu eentje in de beker ook. Het is allemaal goed bevonden door de VAR. En dus is de stand 3-1. En weten wij dat...